Campagne voeren in Nederland gaat eigenlijk al jaren op dezelfde manier. Een televisiedebat, folderen op de markt en met een bus door de provincie. Historicus, Amerika-deskundige en lijstduur voor de PvdA in Utrecht, Maarten van Rossum, ziet het soms met ledenogen aan. Het heeft iets aandoenlijks en klunzigs over zich in Nederland. En dat, ik was lijstduur in Utrecht en daar heb ik één bijeenkomst bijgewoond. Het leek me dat er eigenlijk alleen politieke professionals aanwezig waren. En bij het folderen wat ik bij het CDA heb waargenomen op de markt in Haarlem viel mij op de totale desinteresse van de marktbezoekers voor het folderen. Dat vond plaats door Piet Hein Donner, toch niet de eerste de beste en een zichtbare figuur in de Nederlandse politiek. Maar nou ja, er is wel een enkeling zegt, gut meneer Donner, en die dan wel zo'n flyertje wil hebben, maar desinteresse, dat viel mij op. Hoe voer je een goede campagne? En wat moet je wel en juist niet doen? Tijdens het festival van de lokale democratie in de Melkweg in Amsterdam geven experts een workshop. Wat ik denk dat het belangrijkste is dat als je een campagne voert, dat je heel goed moet weten, wat is nou de boodschap en je strategie waar je aan wil houden, over welke onderwerpen, welke zaken wil je dan wel en niet praten. Ik ben ooit zelf kandidaat voorzitter geweest voor de PvdA, heel lang geleden alweer. Maar dat was heel leerzaam voor mij en ook eigenlijk het verliezen van die campagne was misschien nog wel leerzamer. Dat we toen op een bepaalde manier gedwongen werden om te praten over dingen waar we zelf niet genoeg van afwisten of op een verkeerde manier iets van afwisten. Wie het campagnevoeren goed heeft begrepen, zo blijkt althans uit de peilingen, is Geert Wilders. Nou, tot dit moment doet in ieder geval Geert Wilders het ongelooflijk effectief. Die heeft een hele heldere boodschap, is voor iedereen duidelijk wat hij wil. Het is ook een makkelijke boodschap, dus hij hoeft niet te veel nuance in te brengen. Geen verantwoordelijkheid gedragen, dus hij kan het ook makkelijk herhalen. Als je de man van het moment bent, en dat is Wilders ongelukkigerwijze in Nederland. Ik bedoel, programmatisch is het allemaal de grootst mogelijke flauwekul. Die eigenlijk met de werkelijkheid en met de problemen helemaal niets, maar er ook niets van doen heeft. Een land wordt wel verschrikkelijk gestraft. Als het midden in een kredietcrisis zit, een ernstige economische crisis. Als het moet nadenken over de toekomst, over de Europese Unie, over de verzorgingsstaat. En wanneer dan het main issue is de vraag of vrouwen een hoofddoekje mogen dragen bij de publieke dienst. Dat is wel, dan ben je eigenlijk vrij diep gezonken politiek. Maar kennelijk is dat voor veel kiezers een geweldig belangrijke zaak. Dat hebben ze zich wijs laten maken. En nou ja, wat bewijst dat niet waar? Wat we eigenlijk al lang wisten, de onbegrensde domheid van veel kiezers. Een eigen campagne voeren en niet reageren op alles wat Wilders zegt of doet, lijkt vooralsnog de beste oplossing. Als je zorgt dat je continu blijft reageren op dingen die andere mensen opperen en niet je eigen programma als centrale punt zet, dan zit je in de verkeerde frame, om het zo te zeggen. Dan is het bijna gegarandeerd dat je je campagne verliest. Zorg ervoor dat je je eigen punten bepaalt. Probeer aan de bal te komen en te blijven in een campagne. Maar het opmerkelijke is, denk ik, dat als je een fantastische campagne voert, maar je hebt de wind tegen politiek, dan helpt het geen bal. En als je een waardeloze campagne voert, maar je bent de man van het moment, hè, gekke Geert, dan kun je echt niets fout doen. En u weet hoe de journalistiek daarop reageert. Oh, Geert Wils, 30%, hij neemt het land over, alles wordt af. Ziet u het niet gebeuren? Tuurlijk niet. Hij komt niet eens in de regering.